Welkom bij ons tweede item van vanavond. ITW, Uke, Onotayo, Sonko Schrijversgroep 77. We hebben op bezoek de PR-lady van Schrijversgroep 77, mevrouw Silva Kumar. En een heel jong, of althans de jongste schrijver van Suriname, Reini Carioregio. Reiner. Carioregio. Vanavond zal ik met hen het een en ander hebben, want op elke laatste woensdag wordt er een themaavond georganiseerd. Welkom, mevrouw Kumar. Welkom. Dankjewel. Dank u. Ja, helemaal vanuit Nikeri in de stad. Ja. Het is al traditie dat er elke laatste woensdag een themaavond wordt. Jawel. Oké, zo ook straks. Ja, dus dat is volgende week woensdag. Woensdag 28 september hebben we weer onze themaavond. En dan hebben we de avond ook weer opgesplitst in twee delen. Het eerste gedeelte hebben we spoken word artiesten. We gaan mensen hebben als Ori Plet. We hebben Rosemary Maitre, die ook bestuurslid is. Gwamu Mwakepesilissa. Hoor je dat? Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Ze heeft een paar keer al opgetreden. En het is mooi om te zien hoe jonge mensen zoveel talent hebben, maar we weten het niet, waardoor we niks ermee doen. Is er veel animo voor zo'n avond? Weet u waarom ik dat vraag? Want er is talent. Ja. Ja? Vanavond hebben we ook een talent hier in ons midden. Er is heel veel talent. Komen ze wel en worden de talenten ontdekt? Ja. Of is er nog een drempel? Nou, nee. Het is juist, en daar ben ik wel blij om, in het bestuur van de schrijversgroep zitten nu ook een aantal jongeren. Dus die jongeren triggeren de andere jongeren om te zeggen van, hé, jij bent goed daarin. Waarom kom je niet een avondje optreden op ons podium? We hebben een themaavond. Kom een keertje met je gedicht. Ja. Safira Spong, die Suripop heeft gewonnen. Ja. Zij was zelfs ook twee keer was ze ook aanwezig op onze themaavonden. Met gedichten die ze ook heeft geschreven. Oh. En het is dus wat wij ook zeggen is, het is de manier om die talenten naar buiten of naar voren te schuiven. Okay. Want zij zelf zegt, ze zei het ook op de eerste dag, sorry, van ze schrijft al haar gedichten en laat ze in haar kamer. En pas later is het naar buiten gehaald, inderdaad. Precies. Voor ons zeker in dit programma is schrijversgroep iets nieuws voor de kijkers, ja, maar niet voor de gemeenschap. Nee. Toch wil ik het vragen, hoe lang bestaat het schrijversgroep 77 al? Als je luistert naar 77. De naam, 77 ja, zijn we opgericht in ja, augustus 77. Nee, waarom ik het vraag? Inderdaad, als je dus afleidt naar 77, maar ik heb ook gevallen gehad van verenigingen waarbij ze zetten 48, maar het hoeft niet dat jaar opgericht precies, te zijn. Precies. Het kan misschien iets te maken hebben met ja, de jaardag van een persoon. Ja. Vandaar dat ik ja, het is begrijpelijk dat 17 voor mij, maar misschien voor anderen niet. Nee, precies. En volgend jaar, we willen ons al erop voorbereiden. Volgend jaar zijn we 40 jaar oud. Mm-hmm. Dus we willen kijken wat we ermee kunnen doen. Okay, en welke hoogtepunten heeft schrijversgroep ongeveer al bereikt? Nou, in principe zijn we nu weer een beetje aan het opbloeien. We hebben natuurlijk De oprichters waren ook hele bekende Surinamers. Ik ken ze niet uit het hoofd, hoor. Neem me ten goede. Ja. Maar dankzij de schrijversgroep zijn andere schrijvers die nog niet verbonden waren, zijn dus gaan bundelen. Okay. En wij willen ook dat dat doorgaat. Want dat was ook de reden waarom schrijversgroep is opgericht. Om de schrijvers te kunnen bundelen, om ze bij elkaar te halen. Zodat wij Surinamers bekendheid kunnen geven aan onze schrijvers. Want vaak genoeg weten mensen niet wie. Voor vanavond gaan we belichten de jongste schrijvers van Suriname. Ja. Ook ontdekt tijdens een van de themaavonden van schrijversgroep. Ja, vorig jaar. Ja. Vorig jaar was ik daar. Maakte ik mijn comeback na drie, vier jaren. En hoe oud ben je nu? Ik ben 23. Oké, dus 4 jaar terug. Heel vroeg. Ik maakte mijn eerste debuut toen ik 17 was. Dus met andere woorden, ik was nog een tiener. Ja, helemaal. Nu ook. Lekker. We blijven tieners. Ja. In andere leeftijdsgroepen. Ja, dat klopt. Ja. Ben je geïnspireerd geraakt
hoe ben je begonnen? Je kan niet op een dag zomaar opstaan en zeggen, nou, dit ga ik zetten. Je moet door iets geïnspireerd raken. Ik wilde altijd de jongste acteur worden in Suriname. Oh, ja. En ik was begonnen toen ik 8 jaar was. Yes. Met kleine, korte verhalen te schrijven. Okay. Toen ik op mijn 13e, ja, op mijn 13e als ik het goed heb, begon ik filmproducers en zo te bellen, te contacten. Maar hier in de stad natuurlijk. En jij komt zelf uit een keer, heb ik begrepen. Ja, dat klopt. Maar dan, en ieder, niemand kon me helpen. Oh. Toen dacht ik bij mezelf, van, nou, wat moet ik nu met mijn verhalen doen? Maar anders is het een soort zonde, van ik heb zoveel moeite gedaan eraan. En op leeftijd van 14 kwam ik in contact met Ismine Krishnadat. Yeah. Door haar kwam ik in contact met andere schrijvers. Dat, en het kostte me 3 jaren lang om mijn eerste debuut te maken. Op mijn 17e met mijn eerste boek, Talented. In het Engels. Oh. En nu heb je weer een boek, een gedichtenbundel uit? Ja, een gedichtenbundel. Dit is mijn eerste gedichtenbundel dat ik ooit heb geschreven, maar dan gedichten in 8 verschillende talen. Wow. Ja. Ik sta er versteld van. Dat is prachtig. Onder andere, welke? Wel, Engels, Nederlands, Engels, Nederlands, Spaans. Je hebt Frans, Hindi, Indonesisch, Bahasa. Zeg ik het goed? Ja, Bahasa, Indonesië. Chinees en Koreaans. Ja. Oh, ik moet even achterover leunen. En van deze 8 talen zijn er volgens mij 6 die ik begrijp en 2 niet. Oké, daar gaat het niet om, maar ze staan er al wel. Ja, dat is een hele prestatie. Wat zijn jouw toekomstplannen? Want het moet niet hierbij blijven, toch? Nee. Ik ben van plan voor cultuur en traditie te studeren en per taal. Dus ik wil graag naar verschillende landen gaan en die dingen graag leren. We gaan ervoor. Ik ga ervoor. Zeker. Jawel. En wordt in zo'n geval dan zo'n, ja, zo'n kunstenaar, mag ik het een kunstenaar noemen, een getalenteerd persoon, worden ze begeleid, verder begeleid of niet echt? Bij Rein persoonlijk niet, maar ik denk Ismene Krishnadat heeft hem sowieso zeg maar opgevangen. Oh. En Rappa is nu ook bezig met hem. Dus Rappa heeft op die manier ook nog weer zijn ondersteuning. Want via Rappa's publishing bedrijf is hij met zijn boek bezig om, voor de publicatie. En indien er workshops mochten zijn of wat dan ook, zorgen wij er wel voor dat we dit soort mensen... Dit is een prestatie, hoor. Ja. Echt? Sowieso. Ja. Met andere woorden, het is meer van... De richtingen werden aan mij gewezen van... Ga zo. Ja. Dus maak contact met die. Die zal ik contact laten maken met die andere persoon. Ja. Maar alles moest ik natuurlijk zelf doen. Ja. Als ik zeg van... maar ik ga geen contact maken met dat. Zou ik tot de dag van vandaag niet hier zijn. Nee, dat klopt. En weet u wat zo prettig is, hè? Jongeren die talent hebben... En hun talenten naar voren brengen. Want laten we eerlijk zijn, we zijn in Suriname. We merken soms dat bepaalde enkele jongeren een ander pad opgaan. Dat vinden we jammer, terwijl ze bijzonder veel talent hebben. Ja, en dat er is zijn waar. Zoveel wegen te bewandelen om hun talenten naar voren te stuwen, toch? Dat is zo. Nee, dit is een voorbeeld van. Ja. Hij kan ook zeggen, met zijn talent gaat hij iets anders doen, maar hij is gewoon de positiever ingegaan. Ja. Ja, en de gedichtenbundel, wanneer komt die uit die avond dan? We gaan hem sowieso die avond hebben. Okay. We hoopten dat we nu al een exemplaar hadden, maar het digitale exemplaar, of tenminste de koffer, die hebben we wel al. Maar woensdagavond zal hij sowieso te koop zijn. Dat wordt en dan officieel gepresenteerd en gepromoot. Het wordt officieel gepresenteerd op die avond. En gelaunched dus. Ja. En dan gaat er gelegenheid zijn voor signeren, want hij gaat er natuurlijk ook zijn. Hey guy, that's a big thing. En het is mooi. Proud. Ja, het is mooi om te zien dat, weet je, dat we... Dat we het niet laten op alleen mensen van de stad, maar nee, ook hij komt helemaal vanuit Nigeria. En weet je wat dat ding? Omdat ik het zelf niet kan en ik zelf geen wurm ben, ik zal niet makkelijk een boek lezen. Ik praat liever met mensen om iets op te vangen, maar lezen echt. Dan heb ik zoveel bewondering. Bijzonder veel bewondering. En vooral bij de jongeren hoor je het niet makkelijk. Nee, daarom. Daarom ben ik extra trots. Thank you, ook thank de afstand, you. Hè?
Ja, maar het is ook de manier. Kijk, als je jongeren ziet die hiermee bezig zijn, denk ik dat het andere jongeren zal triggeren om hun talent die er is, want ze weten het. Wij weten niet wanneer er jongeren zijn die schrijven. Maar als de jongeren dan zien dat er een jongere aanwezig is die een boek heeft kunnen publiceren. Ja, dus het feit, als je weet dat er jongeren zijn die schrijven, of tenminste, wij weten meestal niet wanneer er jongeren zijn die schrijven. Maar als zij hem dan zien, want als ze mij zien of als ze u zien, gaan ze zeggen, ja, het zijn alweer oude mensen die dat soort dingen doen. Inspiratie. Precies. Ja, klopt. Dan zeg je, dan is het voor ons de taak, het is tenminste de taak van de schrijversgroep, om onze jongeren die talent hebben, naar voren te brengen. Om dan andere jongeren te triggeren, om werkelijk mee te doen of ook naar voren te komen. Dus, Dat kijk met veel bewondering naar jou. Bijzonder trots. Maar dan, het hangt ook wel van jezelf af om de stappen te maken. Oh ja, zeker wel. Zeker wel. Ja. En ook de stap, en je moet er eigen wil hebben. Ja. Hè? En je niet laten leiden door andermans wil en andere invloeden. Mm-hmm. Ik wil bijzonder veel succes toewensen met het prachtig werk dat u verricht. Dank je wel. En jij, heel veel succes. Dank je wel. Ja? Ik wil de naam zien prijken. Internationaal wil ik dat zeggen. Het komt nog. Het komt wel. Wie weet, met een andere carrière. We gaan ervoor. Ik ga ervoor. Zeker. Ja, natuurlijk. Ja? Een voorbeeld ook voor de jongeren. Ja. Toch? Eén van de voorbeelden. Want er zijn andere jongeren die ook voorbeeldfiguur zijn voor de jongeren. Ga ervoor stimuleren anderen. Zodat ze straks ook eventueel op die leeftijd ook al zo ver zijn als jij. Ja? Oké. Dankjewel dat we in uw programma mochten zijn. Ja hoor, heel graag. Heel graag. Voor ons is het een heel grote eer om de jongste schrijver in de studio te hebben. Ja toch? Ja. Ja. Zo hebben we het gehad met de schrijversgroep. We gaan op naar het volgende einde.